Hallo iedereen, welkom in een nieuwe video. Ik hoop dat alles goed met je gaat en dat je elke dag kiest om je energie op een goede manier te gaan gebruiken. Nu, ik had beloofd dat we vandaag iets gingen doen over tweelingvlammen, over het proces van tweelingvlammen. Een van de vragen die heel veel mensen mij vaak stellen, die met mij contact opnemen omdat ze op het tweelingvlampad lopen of het pad van een tweelingziel, is de vraag van, ja, ervaart een divine masculine, dus dat is dan eigenlijk de persoon die de meeste mannelijke energie in zich draagt, als je het vergelijkt tussen beide energieën, ervaart die het proces op dezelfde manier als een divine feminine, dus als een vrouwelijke, dat is degene met de meest vrouwelijke energie, dus een vrouwelijke magneet eigenlijk van die pool, wat tweelingvlammen eigenlijk zijn. Tweelingvlammen hebben... Voor degenen die dat nog niet weten, maar kijk zeker ook eens naar de andere video's die ik ondertussen al opgenomen heb daar rond. Maar in het kort, tweelingvlammen zijn eigenlijk twee vlammen, twee energieën, identieke energieën. Maar de ene heeft meer de positieve pool en de andere meer de negatieve pool. Wat dat wil zeggen, de ene is meer van nature uit de mannelijkere energie en de andere meer de vrouwelijke energie. En dat heeft totaal niets te maken met geslacht. Maar om een antwoord te geven op de vraag van ervaart een DM. Ik zal dat als afkorting gaan gebruiken. Dus voor de mannelijke energie en een DF voor de vrouwelijke energie. Dat is gewoon eenvoudig om het zo uit te spreken. Maar dus ervaren ze die op dezelfde manier? Ja en nee. En ik ga het in deze video ook wat proberen uit te leggen. Nu, vaak is het zo dat de vrouwelijke energie eerst doorheen het proces van transformatie gaat, van bewustwording, van ascensie. En de vrouwelijke energie is de pool die vanuit haar verbinding met de bron en het universum dus eerst in healing stapt. Zij gaat dus eerst door die donkere nacht van de ziel. Verandert stukken in haar leven en zet stappen om zichzelf te gaan versterken. En vaak op dergelijke momenten komt een tweelingvlam of een tweelingziel in jouw leven. Het hoeft niet altijd zo te zijn, maar in de meeste gevallen is het wel zo. Wat dan ook natuurlijk ook heel individueel is en verbonden is aan ieders zielsgroei. Nu, sommigen komen eerst in contact met een tweelingvlam, gaan dan lange tijd weer uit elkaar om tegelijkertijd los van elkaar te gaan healen, in een eigen proces te gaan stappen. Andere tweelingen, zoals bijvoorbeeld Blue Eyes Twins, waar ik zelf ook een voorbeeld van ben als het ware, die doen eerst heel wat transformatief werk vooraleer dat ze in contact gebracht worden met een tweelingvlam. Waarom? Net omdat deze zielen heel wat karma uitzuiveren in de familielijn. En dat is hiermee eigenlijk ook in het collectief. Dus ze hebben nu een extra missie op zich genomen om daar heel veel dingen ook in te transformeren en uit te zuiveren. En daarom komen Blue-ray twins, die dus eigenlijk verbonden zijn met de blauwe universele vlam van waarheid, van vrije wil, van de wil van God, of wat je het ook wel zeggen. Dat zijn dingen dat leren in het traject zelfrealisatie. Maar dus daarom komen die Blue-ray twins pas in elkaars leven wanneer dat ze op het punt staan dat ze al heel wat ballast hebben uitgezuiverd. Want moesten zij eerder in elkaars leven komen, dan zou eigenlijk de ballast dat zij allemaal met zich meedragen, ervoor zorgen dat ze gewoon inderdaad weer uit elkaar gaan. Dat ze constant elkaar eigenlijk nog meer kwetsen. En dus vanuit dat principe worden zij eigenlijk beschermd door het universum, door ons team die met hen samenwerkt, zodanig dat ze eerst die stukken kunnen gaan uitwerken en uitzuiveren, zodanig dat ze eigenlijk dan kunnen samenkomen. Maar vergis je niet, nou, vanaf het moment dat ze dan eigenlijk elkaar ontmoeten, ook dan nog hebben ze heel wat lessen te leren. En oude, heilige huisjes eigenlijk omver te gaan duwen. Om natuurlijk plaats te maken voor nieuwe templates, voor nieuwe structuren. Maar dat betekent natuurlijk dat die Blu-ray Twin Flames doorheen heel veel dingen zelf gaan. Want het door erheen te gaan, dus door, als het ware door de duisternis en het donkere heen te gaan, kunnen zij als vlam heel veel dingen gaan transformeren en transmuteren. Dus dat maakt dat het pad van een ware tweelingvlam niet evident is. En zeker niet altijd roze geur en maneschijn. Nu, wanneer je dus in contact bent met je tweelingvlam, dan kan het inderdaad zijn dat het soms lijkt dat je tweeling het niet zo lastig ervaart als dat jij het zelf ervaart. En eigenlijk is dat niet zo verwonderlijk en ik zou bijna zeggen normaal, in die zin dat dat eigenlijk wat het logische gevolg is van de lessen die met dit proces, met deze reis te maken hebben. Want je weet niet alles van het leven van je tweeling. Toch zeker niet in het begin van die tweelingvlamreis.
En zelfs bij gelijk welke andere partner is dat eigenlijk ook zo. In het begin, dan lijken jullie op 3D nog vreemdelingen. Als je gewoon gaat gaan vergelijken in de vorige relaties die je gehad hebt. In het begin dan moet je elkaar ook echt leren kennen. Dus aftasten en aftoetsen. En ook al ben je daar niet bewust van, maar ook op energetisch vlak gebeurt er heel veel aftastwerk. Dus, en met tweelingvlam is dat net hetzelfde. En ook al incarneren jullie eigenlijk als ziel reeds honderden, dan misschien duizenden of nog meer keren samen, in dit fysieke leven ontmoeten jullie eigenlijk nog niet eerder. En daarom is het ook altijd het advies, niet alleen van mij, maar ook van andere ware tweelingvlamcoaches, want er zijn ondertussen heel veel lichtwerkers die geen tweelingvlam zijn, maar die ook met dat thema bezig zijn, maar dus die niet vanuit eigen ervaring spreken en die het gewoon ja, ergens gehoord hebben, opgepikt hebben of whatever. Dus maar daarom is het advies altijd dat wanneer je blijft focussen op jezelf en het nodige werk blijft doen, dat het zeker zich ook zal tonen in het leven van je tweelingvlam. En voor mezelf was dat zelfs een van de duidelijkste bewijzen dat mijn tweelingvlam ook daadwerkelijk mijn tweelingvlam is. En dat is hetgeen wat ik ook vaak als advies geef aan andere tweelingvlammen die willen weten. Die een reading vragen of die een channeling vragen van is die persoon mijn tweeling of is die persoon mijn tweeling of is die persoon mijn tweeling. Ongeacht hoe dat je voelt, het is altijd zo, want dat is ook inherent aan het proces, je zal vaker nog twijfelen, zeker in het begin, of dat die andere persoon nou echt die tweelingvlam is of niet. En ook daar, eigenlijk de enige echte waarheid is, wanneer dat jij aan jezelf blijft werken, stappen blijft zetten voor jezelf en daarin. Groeit, dan ga je zien automatisch dat er ook in die tweelingvlam, bij je echte tweelingvlam, dingen gaat gaan veranderen. Plus, het is belangrijk om te weten dat de mannelijke energie, zeker in het begin, moeite heeft met het omarmen van alle emoties. Dus door die onvoorwaardelijke liefde die tussen tweelingvlammen heen stroomt, komen er natuurlijk heel veel ongeheelde emoties naar boven. En dat is inherent aan de vrouwelijke, eigen innerlijke vrouwelijke energie. Dus wanneer dat in het begin mannelijke energieën door het contact met een vrouwelijke tegenpool ontwaakt worden, wakker geschud worden, dan ga je merken dat in de 3D dat zij daar moeite mee hebben om met die emoties om te gaan. Dus wat dat wil zeggen, dat eigenlijk dus die vrouwelijke tegenpool triggert dat. Maar dat heeft niks met jou bijvoorbeeld als vrouwelijke energie te maken. Of als je nu de mannelijke energie bent omgekeerd. Het heeft wel te maken met het feit dat mannelijke energieën het lastig vinden en moeilijk vinden en ook nooit geleerd hebben om hun eigen innerlijke vrouwelijke energie te gaan omarmen. En naarmate hij dus meer in zijn proces, of liever gezegd verder staat en meer dingen gaat gaan leren en groeien, dan ga je merken dat de mannelijke energie, dus de mannelijke tweelingvlam, dus geen slag, maar mannelijke energie binnen de tweelingvlamconnectie, dat hij ook daar gaat durven eerlijk en open dat alles te delen met de vrouwelijke pool, met de vrouwelijke energie, met zijn DF. Maar daarvoor is het belangrijk dat hij zich eerst veilig voelt, emotioneel gezien, in die connectie, vooraleer dat hij dat zou kunnen uiten. En dat is voornamelijk dat stuk die heel lastig is en die er ook voor zorgt dat systeem, en daar ga je zeker over gehoord hebben, dat de mannelijke energie wegvlucht en dat dan de vrouwelijke energie najaagt. Terwijl het eigenlijk in wezen het jagende stuk bij de mannelijke energie hoort en het ontvangende stuk eigenlijk niet wegvluchten, maar het ontvangende stuk bij de vrouwelijke energie hoort. Nu, vertrouw en weet dat die mannelijke energie net doorheen hetzelfde gaat als de vrouwelijke energie. Heb ik het net gezegd? De mannelijke energie gaat net doorheen hetzelfde als de vrouwelijke energie. Ja, ik hoop dat ik het juist gezegd heb. Maar dus alleen gaat het zich op een andere manier helemaal gaan uiten. Dus in de 3D, in de realiteit, gaat het op een heel andere manier uitzien. Maar in energie lopen beiden tegen net dezelfde lessen en dezelfde thema's aan. Maar het toont zich gewoon anders in de realiteit, omdat het vanuit een andere pool ontstaat. Dus we zouden kunnen zeggen vanuit een andere kant bekeken wordt. Van een andere kant lessen geleerd worden. Ook hier is het belangrijk dat de vrouwelijke pool, dus die F, leert om te vertrouwen op haar eigen leiding met de bron en met haar team, met haar gidsen. Dat zij daar leert mee werken, dat zij leert in haar missie stappen, dat zij leert met energie werken. En dan gaat in het begin, ga je merken dat die mannelijke energie gaat leren door het voorbeeld van de vrouwelijke energie. En daardoor kijkt hij in het begin ook naar die vrouwelijke energie en naar haar licht.
Dat geeft hem kracht. Dat geeft hem de moed om blijven aan zichzelf te werken. Om blijven dingen te transformeren, schaduwen te transformeren, beperkende overtuiging en dergelijke meer. Hij leert daarvan. Dat zorgt ervoor dat hij meer zelfvertrouwen krijgt. En dat geeft hem ook de moed en de kracht om uiteindelijk stappen te gaan zetten. En dan later, in een later stadium, dus in een latere fase van het tweelingvlamproces, als ik het zo mag noemen, dan gaan ook de mannelijke energieën zelf naar binnen. Waardoor dat ze zelf in staat zijn om te gaan vertrouwen op die eigen verbinding met de bron. Net zoals uiteindelijk die vrouwelijke energie ook al komt en al deed. En op dat ogenblik, wanneer dat ontstaat, dan zijn beiden in eenheid in zichzelf. Waardoor dat mogelijk is om dan vanuit die eenheid ook uiterlijke eenheid te gaan manifesteren. En dat komt dus allemaal als resultaat van die energieverschuiving in jezelf. Dus op dat moment, net daarom ook, is belangrijk om altijd te focussen op jezelf. Want je hebt geen invloed op het proces van de ander. Wel door je eigen proces te, ik ga niet zeggen te versnellen, maar te versterken, daar dieper in te gaan, daar meer toegewijd aan te zijn. En dan ga je dat automatisch een invloed, energetisch gezien, door die gouden koord die tussen de twee energieën is, gaat automatisch die informatie uitgewisseld worden. En op dat punt gaan eigenlijk beide zielen voort op een innerlijke leiding die ze ontvangen. En zal de mannelijke energie van eigenlijk een positieve invloed hebben op zijn omgeving als leidend voorbeeld. Dus waar dat in het begin voornamelijk belangrijk is dat de vrouwelijke energie de connectie voedt en tot stand brengt in 5D in energie, dan is het uiteindelijk de mannelijke energie die dat ook verder verankert in de 3D, dus in de realiteit. Het komt er dus op neer dat op de ogenblikken dat je merkt en voelt dat de connectie met je tweelingvlam geen meerwaarde meer voor is, en dat contact hebben met je tweelingvlam meer pijn doet dan eigenlijk goed voor jou is, dat de momenten zijn dat je eigenlijk op jezelf moet gaan focussen. Dat zijn de momenten waarop uiteindelijk het universum automatisch een scheiding ook in jouw reis, in jouw connectie brengt. Waarom? Omdat die afstand dan nodig is. Omdat jullie dan op dat moment elk aan jullie eigen stukken weer mag verder gaan, verder werken. En dan op dat moment is zelfs vrouwelijke energie ook weer heel belangrijk, dat je het contact altijd weer laat ontstaan vanuit de persoon die hoofdzakelijk de mannelijke energie in zich draagt. Waarom? Omdat die eigenlijk het meeste of iets minder ver ontwikkeld zijn dan de vrouwelijke energie in spiritualiteit en dat bewustzijn. En ook hier nog eens, dat betekent dus niet altijd de man, want het kan evengoed zijn in jouw connectie dat jij als vrouw meer de mannelijke energie in jou draagt. Of als je bijvoorbeeld in een homoseksuele relatie zit, dan begrijp je dat geslacht zeker niks te maken heeft met deze energieën, maar ga je wel nog altijd die mannelijke en die vrouwelijke energieën zien zijn werk doen. Dus weet ook dat de band dat je hebt met je echte tweelingvlam, die kan je ook niet doorsnijden of verbreken. Ik zou zeggen, begin er ook niet aan, probeer het ook niet, want het lukt ook niet. Het is echt maar in uitzonderlijke omstandigheden dat, als het ware, dergelijke band niet verbroken wordt, maar eigenlijk wat op pauze gezet wordt. Maar dat ga ik nu niet uitleggen. Maar dat is dus maar in het heel uitzonderlijke geval als echt. Het rampscenario gebeurt en de beiden uit vrije wil niet het nodige werk doen dat ze hier voor eigen teken hebben, dan pas zijn er andere mogelijkheden. Maar dus dat is niet de bedoeling. Ik ben eventjes aan het kijken wat ik nog allemaal opgeschreven had, dat ik nog mag meedelen. Dus ja, dus van die band kan je niet verbreken. Waarom niet? Omdat die eigenlijk ook onmiddellijk ontstaan is op het moment dat jullie als beide zielen uit de bron geboren zijn. Dus die is er altijd geweest en die zal er ook altijd zijn. En net doordat die ook verbonden is met de energie van de bron, kan je die ook niet gaan verbreken. En dus afhankelijk van je bewustzijnsniveau ga je er wel of niet bewust van zijn of dat je een tweelingvlam bent of niet. Bijvoorbeeld, ik heb altijd geweten dat er daar ergens buiten iets was dat nog deel uitmaakte of die zo hard resoneerde met mezelf. Alleen, ja, kon ik het niet uitleggen. En dat is hetgeen waarom we dus ook zeggen van als je een echte tweelingvlam bent, dat weet je gewoon. Dat is een innerlijk weten, een voelen, een resonantie met je volledige zijn dat je gewoon niet kan of niet langer kan ontkennen. Nu, sowieso, wat ik nog wel meegeef, is de momenten waarop dat je merkt dat de connectie geen meerwaarde meer is, dan gaat dat vaak ook zijn op het moment dat de mannelijke energie eigenlijk te veel in zijn ego zal zitten.
Wat in het begin van het proces, wat in het begin van het proces en de calibratie van jullie energieën jou net dus enorm kan gaan triggeren, maar ook omgekeerd. Weet ook dat jij als vrouwelijke energie, of als je mannelijke energie bent, kijkt, dat je beiden eigenlijk elkaar voortdurend triggert. Ik herinner me dat ik ooit iets gezegd had tegen mijn tweelingvlam, van soms zou ik je gewoon eens heel door elkaar willen schudden, oh, zodanig dat je het begrijpt. Ga je me zo frustreren en boos maken? En hij zei, zeg, ik weet hoe dat je voelt, maar dat doe je met mij ook. Dus denk niet dat je als vrouwelijke energie de enige bent die door die lastige en moeilijke periodes gaat. De mannelijke energie ervaart alles en net hetzelfde zoals jij. Ze gaan het alleen niet altijd ook op die manier zeggen of uiten. Laat staan dat je het ook gaat merken. Maar dus weet dat iedere keer als je elkaar toucht en energie en het triggert, dat het eigenlijk is omdat jullie energie nog niet volledig resoneert, dus nog niet volledig zuiver zijn. En dan duw je eigenlijk elkaar weer weg. En dat zijn die momenten, die pijnmomenten. Maar weet dat die pijn niet veroorzaakt wordt door je tweelingvlam. Het enige wat je tweelingvlam doet, is eigenlijk tonen waar dat er nog schaduwen zijn, waar dat je nog healing te doen hebt. En op die momenten mag jij tijd en ruimte voor jezelf vragen grenzen gaan zetten. Zo heb ik eens bijvoorbeeld gevraagd om een week niet te contacteren en echt die ruimte te geven. Dus er waren geen telefoons, geen berichten, niks van fysiek contact. Natuurlijk, telepathisch is dat iets moeilijker om dat uit te schakelen. Maar ik had die ruimte nodig omdat ik moest werken aan de deadline van mijn boek. En dus eigenlijk elk contact dat we dat moment hadden, dat bracht me naar beneden. Vooral omdat het stukken ook waren waar ik zelf niks mee kon doen. En het was aan mijn tweelingvlam de taak om daaraan te werken. En dat kon helemaal pas net wanneer ik wegstapte en hij de ruimte kreeg om eigenlijk alles te ervaren en te gevoelen dat hij op dat moment moest gaan voelen, hoe pijnlijk ook. Dus weet dat in tijden van scheiding, in tijden van geen contact, dat eigenlijk die mannelijke energieën door enorme healingen gaan, enorme transformaties gaan, waar dat de meeste vrouwelijke energieën eigenlijk al eerder doorheen gegaan zijn. Dus ook hier opnieuw nog eens herhalen. Komen er triggers naar boven? Reageer dan niet vanuit je gekwetste stuk, want dat helpt je niet verder, integendeel. Neem even afstand. Laat jouw emoties tonen aan jezelf van wat er geheeld mag worden. Sta jezelf de vraag van, oké, wat wordt er mij nu getoond? Vraag hulp aan je team, aan je gidsen, om daar meer inzichten over te krijgen. En reageer eigenlijk maar pas nadien, maar vanuit de liefde die er altijd is tussen tweelingvlammen. Want eigenlijk, in waarheid, is er tussen tweelingvlammen enkel maar onvoorwaardelijke liefde. Want dat is de energie die niet alleen jou, maar ook jouw tweelingvlam had gehield en krachtiger en versterkt. En die ook jullie uiteindelijk dichter bij elkaar zal brengen. Nu, dat voor zover deze vraag. Heb je zelf nog vragen? Naar aanleiding van het feit dat je misschien vermoedt dat je een tweelingvlam bent. Of dat je in contact bent met een diepe zielsconnectie en dat je niet goed weet hoe of wat. Weet dat je altijd met mensen kan samenwerken, dat we altijd even kunnen afstemmen van wat er precies gaande is. En voel je dat het inderdaad tijd is dat je echt alleen verder gaat, of alleen in die zin dat je verder gaat aan je eigen proces, dat bedoel ik. Kijk dan zeker eens naar de linkjes hieronder de video. Dan staan er ondertussen genoeg zaken tussen waarbij dat jij verder kan. Je kan kiezen tussen gewoon online trainingen dat je volledig op je eigen tempo individueel kan doen, of de trajecten waarin je ook mijn ondersteuning dan krijgt. Zo, dat was voor vandaag. Ik weet nog niet wat het thema van morgen gaat zijn. Als je een vraag hebt of je zit met iets, je mag me altijd contacteren via de contactpagina van de website of gewoon onderaan een video plaatsen. En dan maak ik daar weer een nieuwe video over. Zo, dat was het voor nu. Oh, vergeet niet om te liken en subscriben, zoals ze dat zo mooi zeggen in het Engels. Want op die manier kan ik meer mensen bereiken en kunnen we meer mensen bewuster maken over wat dat eigenlijk allemaal gaande is. Zodanig dat zoveel mogelijk mensen in hun kracht stappen. Want uiteindelijk, elke dag krijgen we, laten we zeggen, een box met 100% energie. En het is altijd jouw keuze op welke manier je het gaat gebruiken. Gebruik het voor kwaad, gebruik het voor het goed, gebruik het vanuit angst, gebruik het vanuit liefde. Dat zijn de keuzes die je elke dag te maken hebt. En als je elke ochtend opstaat en een goede dag verwacht, en verwacht om heel veel liefde te ervaren, verwacht om zegeningen te ontvangen, geloof me, dan als je dat elke dag blijft consequent doen, dan ga je automatisch je leven voor het positief of voor je hoogste goed gaan veranderen.
Zo, dat was het voor nu. En ik wens je alvast een fijne avond. En tot in de volgende. Dag.